Godfried Mostings. Reini met de ingooi. Chris van Geem. Slecht ingespeeld. Maar hersteld door Gudjonsson. Reini. Bruggetje maar in de voeten van Teppers. En dan de doorbraakmogelijkheid voor Dirk van Oekelen. De voorzet is niet onaardig. Rudonja. We spelen goed 5 minuten. Ban. Gudjonsson pikt mee met het hoofd. Probeert te versnellen. En is zo Nicky Haaien kwijt. Eerste gevaar misschien voor Racing Genk. En de kans voor Hendricks. Nog niet geweken. Skoko. En dan Langlois die kan wegtrappen. 13 minuten hebben we moeten opwachten op die eerste mogelijkheid van Racing Genk. Hendricks zijn voet er niet goed tegen. 25 minuten al gespeeld in een partij die voorlopig kwaliteitsarm is. Vrije trap met Hazi. De bal blijft er hangen en dan uiteindelijk het voetje van Ban. Skoko geeft goed mee voor Van Geem. Het schot was trouwens van Hazi. De corner na die trap van Hazi met Gudjonsson. Krijgt de bal terug via Langlois. Voorzet met links, niet kwaad. Soran Ban kon er niet echt kracht achter zetten, raakte die bal niet vol. Eindelijk toch wat actie in de wedstrijd met Racing Genk. 2 kansjes op rij, goed 1,5 uur ver. Nog goed 5 minuten tot aan de rust. In een partij die te veel honderd de bolder voetbal heeft opgeleverd. Al probeert Genk nu toch wat meer lijn in zijn acties te brengen. Mark Hendricks, bediend door Jansson. Kan oprukken en schieten. En eindelijk moet Belic ook nog eens aan het werk. We zitten in de toegevoegde tijd ondertussen van een teleurstellende eerste helft. Met nog een vrije trap van Patje Teppers. En de goal van Van Oekelen. Het is 0-1. En ik kan niet zeggen dat het verdiend is. Maar Sint-Truiden vecht met de middelen die het heeft. En teleurstelling bij Racing Genk. Vreugde bij Sint-Truiden. De vrije trap van Teppers. En dan de grote kopbalsterkte van Oekelen. Helemaal vrijgelaten. Simpel naast Brockhauser. En Sint-Truiden toch nog op winst bij de rust. Horvat komt er na de rust op in de plaats van Jansson. Gudjonsson met Reini. Olivieri. En Reini kan nu gaan voorzetten. Er is Horvat. Goede controle. En uit de draai geschoten. Mooie actie van Racing Genk. Na goed 2 minuten tweede helft. Rogerio. Krijgt de bal niet over Haaien. Voets, Isaias en Franke. Geen buitenspel van Viers. De verdediging van Racing Genk opengereten. Reini gaat er nu toch naartoe. Viers voor Rudonja. Het is 0-2. 6 minuten ver in de tweede helft. Voor Rudonja zijn eerste goal dit seizoen bij Sint-Truiden. Lang weg geweest met blessures. En een koude douche voor Racing Genk dat gauw die gelijkmaker wou, maar het deksel op de neus kreeg. Rudonja koopt de voorzet van Viers. Hard voorbij Brockhauser. 0-2. Reini. Er zijn zo weinig ballen die goed komen bij Racing Genk. En kijk eens hoe makkelijk het gaat bij Sint-Truiden. Rudonja. Olivieri nog voor zich. Komt naar binnen. Franken is daar. En Viers. Goeie save Brockhauser. Was nodig. 27 minuten ver in de tweede helft. Rogerio. En Hazi. Racing Genk vindt nu wel wat meer ruimte op het middenveld. Omdat Sint-Truiden toch veel kracht heeft verbruikt. Maar ze profiteren er nauwelijks van. Er gaat veel te weinig van uit. Hazi. Skoko laat lopen. Hendricks, Skoko. Misschien toch de aansluitingstreffer. De redding van Belic. Goed 1,5 uur in de tweede helft. Eindelijk nog eens iets van Racing Genk gezien dat aangeslagen was. Als een pudding in elkaar gezakt na die 0-2. Maar Skoko laat de kans liggen.
Overtreding de Lorge, niet gefloten. Balvoordeel voor Racing Genk. Met Hazi en Rogerio. Zoran Ban, bijna doorlopend in de greep van Haaien. Nu toch een voorzet. Belic niet goed. Gudjonsson, Horvat wacht ook nog. En dan kan Teppers ontzetten. Belic. Rogerio, maar het is afgelopen. Sint-Truiden wint op Racing Genk. Wraak voor de 0-5 uit de heenmatch. En voor de landskampioen al de vierde nederlaag op rij. Standaard is na de turbostart in de terugronde de laatste weken wat teruggevallen. Twee nederlagen op rij en gisteravond zelfs de tweede plaats kwijtgespeeld aan Club Brugge. Die kon Standaard vanavond opnieuw veroveren als het wat kon rapen op een zo goed als uitverkocht staaien tegen STVV dat nog strijdt tegen de degradatie. Bij Sint-Truiden was Franke geschorst. Eri Dieriks keerde terug in het elftal. En bij Standaard werd de geblesseerde Van Buiten vervangen door Afolabi. Het commentaar is van Stefan van Loek. Vierde minuut van de wedstrijd in een goed volgelopen staaien voor de komst van Standaard. Het is ook een beetje een strijkderby. Luik en Sint-Truiden liggen niet zo ver van elkaar. Rodonia tracht daar de bal te ontfutselen. Maar de verdediging van Standaard blijft overeind. Pierre, die zich geregeld ver laat terugzakken. Brokke, doorgetikt naar Lukunku. Goeie 1-2, dat leek het in de maak te zijn. Maar Dirk zat ertussen en legt terug op Belic. Isaias, goed aangenomen, goed gedraaid langs Berntijs. En geen buitenspel van Rodonia. Knappe aanval van Sint-Truiden. Fies in het centrum. Met De Lorge hier eens die de bal aanneemt en opnieuw voorzet. En dan in Eindhoven op de slot genomen door Voets. En de eerste kans in de match meteen voor Sint-Truiden. Isaias. De bal moet teruggelegd worden, zodat Van Oekelen hem kan voorzetten. Opnieuw Isaias. De Lorge. Langlois. Terwijl Viers wegleed, kan Voets de bal aannemen en voorzetten, maar in de handen van Rounier. De meeste dreiging blijft van Sint-Truiden komen. Afolabi, de man die dus Daniel van Buiten vervangt. Bij het inschuiven verspeelt hij de bal. Chobotariu brengt daar redding, dacht ik te zeggen, maar begaat een zware overtreding op Rodonia. En dat wordt geel, terwijl heel Sint-Truiden rood verwachtte. Ging niet recht op doel af, maar het had rood kunnen zijn. Lukunku met Philippe Langlois, met Van Oekelen was het. Dieriks, onzuiver, Voets. En Rodonia vraagt de bal daar op de rechterflank. Mladen Rodonia. Van Oekelen wacht centraal. Kopt hem klaar voor Patje Teppers. En het staat 1-0 voor Sint-Truiden. Een verdiende voorsprong, want STVV had Standaard al een hele tijd in de greep. En zorgde voor de meeste dreiging. Heel knap gedaan van Van Oekelen. Die bal naar binnen gekopt en Teppers in één tijd. Sint-Truiden 1-0. Zoals ik zei, halfweg de eerste helft. Vrijschop voor Dusan Belic. Op 7 minuten van de rust intussen. In een wedstrijd die Sint-Truiden blijft domineren. En waarin Standaard teleurstelt. Gosses, Selimes en Pierre. En opnieuw Michael Gosses in het centrum. Ali Lukunku. Selimes. Daar is de voorzet. Gepakt door Dusan Belic. Lukunku stond te wachten. Maar geen probleem voor Belic. Het was eens een van die weinige uitvallen van Standaard. Dat teleurstelt vanavond. Ingooi Dimash. Naar Diaz wordt het allicht. Nee, het is Selimes. En Afolabi wacht. Selimes. Ruimte bij Dimash op de linkerflank hier. De voorzet. De kopbal van Lukunku. Een meter of drie naast het doel van Dusan Belic. Een dreiging van Standaard dat voorlopig geen antwoord weet op de lange ballen bij Sint-Truiden. Eddy Dieriks. Ruimte bij Rodonia. Arafolabi was eerst op de bal en kan uitverdedigen voor Standaard. Bal ingeleverd bij David Brokke. En dan erg diep naar Gosses die daar tussen twee man opduikt. Voets tracht erop te lossen. Dimash. Voor zich nog Haaien. Lukunku wacht. Gosses. Scherpe hoek. En buitenkant voet hoog over. Michael Gosses. Goede kans voor Standaard. Na bijna een kwartier in de tweede helft. Selimes.
Niet ver genoeg, Isaias. Geen buitenspel van Fiers. Deze grensrechter houdt de vlag omlaag. Fiers met Rodonia in het centrum. Maar hij kreeg de bal niet over Rounier. Teppers naar Rodonia. Achter de rug van Brokkendoor. Rodonia en het staat 2-0. En daarmee is de match mogelijk beslist. Bladen Rodonia. Lange tijd uit de ploeg. Maar nu goed voor een goal. Net zoals op Racing Genk scoort hij ook tegen Standaar. Het is nog maar zijn tweede van het seizoen. Maar mooi afgewerkt, knap en cool gebleven. Achter de rug van Brokkendoor. Sint-Truiden 2, Standaar 0. Na 25 minuten in de tweede helft. Gosens naar Lukunku. Dimash. Selimes. Dimash. Gosens kan vrijkoppen. Maar richt de bal pal op Dusan Belic. De minuten tikken weg in het voordeel van Sint-Truiden. Op weg naar zekerheid over het behoud. Als het dat al niet had. En gelijk kan komen met Beveren. En Standaar verliest zijn tweede plaats. Chobotariu en Lukunku in één tijd. Hard en over en naast het doel van Dusan Belic. De kansen van Standaar blijven komen, maar zijn niet scherp genoeg. Valdo opzij voor Isaias. Counter van Sint-Truiden. Breed. De Lorge, bal wat verder van de voet, maar toch nog bij Valdo. En die wordt plots omringd door drie Standaarspelers. Mooi naar binnen gespeeld naar Teppers, maar Rounier goed uit. En die voorkomt zo de 3-0. Goeie aanval nog van STVV in de slotfase van de match. Maar het blijft 2-0.